ik moet eigenlijk zo om mezelf lachen. Ten eerste, dat is niet per se om te lachen, maar heb ik nu al voor de tweede dag op rij lichte hoofdpijn. Wat wil zeggen dat ik nu voel dat ik de dagen hiervoor niet zo lief ben geweest voor mezelf. Wat ik volgens mij in een paar filmpjes terug ook al had gezegd, is dat ik ik moet even denken wat ik heb gezegd. Maakt ook niet uit. Twee hele fijne weken heb gehad, waarin ik iets minder streng ben geweest dan ik mezelf had beloofd. Bewuste keuze, helemaal oké. Okay. Ik heb wel regelmatig, eigenlijk blijf ik, sla ik altijd vlees af. Ik heb veel aardappelpuree gegeten. Vandaag ook weer. Oh, en ik ben echt dol op aardappelpuree. Vandaag heb ik ook veel broccoli op. Hou ik gewoon van. Eigenlijk gewoon heel saai eten, maar ik vind het heel lekker. Ik heb nu al twee dagen, voor de tweede dag op de rij, lichte hoofdpijn. Dus dat betekent dat mijn lichaam minder suikers binnenkrijgt dan het de dagen daarvoor heeft binnengekregen. Dus dat is een goed teken. De hoofdpijn is natuurlijk niet zo fijn, maar ja, goed. Ik heb net al lekker pepermuntolie gesmeerd en grapefruitolie gesmeerd. Dus dat gaat goed komen. En ik weet waardoor het komt, dus er is eigenlijk niks aan de hand. En ik moest lachen, want meer met jezelf in verbinding staan, doen waar je echt blij van wordt. Ik ben altijd een meisje geweest van veel kleuren. Dat is grappig dat ik nu een zwart t-shirt aan heb. Maar goed, dit t-shirt heeft gouden letters. Dat is de enige reden dat ik hem aan heb. Ik ben altijd een meisje geweest van kleur. Ik kan deze nagels het hele jaar door hebben. Ik heb ook bijna altijd iets van glitters of zo. Of iets. Ik moet even denken hoe ik moet rijden. Zo. En daar waar in Nederland geleerd wordt, gedacht wordt, weet ik veel, dat wij er iets van vinden. Ik ga hier even afdraaien. Daar is het leuk. Als je als vrouw in een legging de deur uitgaat, want de legging is geen broek en bla en bla. Nou heb ik daar de laatste jaren sowieso al scheid aan. En had ik in Nederland ook heel vaak een legging als een broek aan. Want ik vind dat gewoon fijn. Ik heb niet zo heel veel met broeken. Daar zit ik altijd mee te stoeien. En of het nou die goede maat is of niet, ik vind het gewoon niet zo fijn zitten. Ik heb hier één spijkerbroekje. En dan wat shorts, maar echt broeken maar heel weinig. Leggings daarentegen ga ik heel goed op. En ik moet zo lachen. Ik merk dat hoe langer ik hier ben, en dat is nu anderhalf jaar, hoe meer en meer ik echt bij mezelf kan blijven en durf te blijven en dus ook meer en meer bij mezelf kom. En ja, dat heeft echt hier met de omgeving te maken. Want hier zijn dingen nou eenmaal gewoon anders. En we zijn hier nu volop bezig. Ik ben even aan het kijken wanneer ik de weg op kan draaien, maar het is hoepie druk. We zijn hier nou volop bezig in de carnavalsvoorbereidingen. En dan is iedereen lekker uitbundig. En dat activeert echt het beste in mij. Echt, ik vind die vibe zo fijn. Zo fijn dat buiten, dat festivalsfeertje. Dit weekend gaan we naar een jump-in. Dus een soort opwarmingsfeestje voor de carnaval. Helemaal zin in. En ik was al aan het nadenken over mijn outfit. En kijk wat ik gevonden heb. Oh, je ziet het bijna niet goed qua kleur. Maar hij is fluoriserend roze. Een legging. Ja, die ga ik aandoen. Ja, daar ga ik mee de deur uit. Ja, die ga ik als broek dragen. Ik heb vanmiddag een knaloranje t-shirt gezien. Heb ik niet gekocht. Maar die ga ik nog wel halen.
Want dan ga ik dus een roze legging aan doen met een knaloranje t-shirt erbovenop. Want we hebben een blauw petje wat daarbij hoort. En de gedachte alleen al, daar word ik zo gelukkig van, word ik zo blij van. Dat is zo helemaal wie ik ben. En ik had vroeger als klein meisje, maar was ik een jaar of 13, 14 jaar, was ik klein, want ik ben nog steeds niet groot. Maar had ik een fluoriserend groene jas, zo'n groene jas, echt. Ik werd ook blitkikker genoemd. En die naam die heb ik met trots gedragen. Omdat kleur altijd mijn ding is geweest. En ik voel gewoon dat het hier er nog veel meer mag zijn en kan zijn. En er is hier ook veel meer kleur te verkrijgen. En ik word daar gewoon heel blij van. En ik merk ook dat ook dat lief zijn voor jezelf is. Dat ook dat hè, gewoon echt doen waar je blij van wordt. Wat goed voelt voor je. Waar je gelukkig van wordt. Want hoe cares wat andere mensen van vinden. En dat is hier echt. Lopen hier de mannen ook. Maar zeker ook de vrouwen. Soms in outfits dat ik denk. Top outfit. Ik zou het zelf voor de slaapkamer bewaard hebben. Maar respect dat je zo de deur uit durft. Dat je gewoon denkt. Fuck jullie allemaal. Ik wil dit aan en ik ga de deur uit. Want dat durf ik dan weer niet. Maar dat zorgt wel ook. Voor mij dat er nog meer, nog diepere acceptatie komt voor wie ik ben en dat ik dit inderdaad gewoon uitdraag. En ik sta nu drie ochtenden in de week in een winkel waar ze waar ze allemaal natuurlijke spulletjes verkopen, dus helemaal leuk. En ook daar draag ik vol trots gewoon een gekleurde jurk en dit dat. Ik weet dat mijn collega's die zijn wat ingehoudener, die hebben wat rustigere kleuren aan en vaak licht spijkerbroek met een licht shirtje en dit dat. En ik sta daar gewoon vol in kleur. Dat is wie ik ben. En ja, dat is, voelt fijn om ook op dat level steeds dichter bij mezelf te komen. En hoe is dat voor jou? Waar hou jij je misschien nog in? Waar zou jij iets nog wel willen doen, maar durf je het niet? Of heb je misschien zelf nog wel overtuigingen die je in de weg zitten? Ik ben benieuwd. Deze bosels langs de kant van de weg, dat is dus allemaal voor de carnaval. Dat wordt, er is toestemming om 2 weken van tevoren mag je je bosel neer gaan zetten. Mag je dus parkeerplaatsen blokkeren en alles om de optocht te kijken. Het is echt hysterisch hoe mensen daar mee bezig zijn en dat het verkeer helemaal op zijn kop zet. Mag allemaal, het is echt fantastisch om te zien. Ja, dat is een van de charmen, vind ik, van het eiland hier. Dat gewoon kan en dat feest zo belangrijk is. Check hier bij de rotonde. Nou, je ziet het al, dat is niet zomaar even een stoeltje neerzetten. Dat zijn serieuze dingen die hier gebouwd worden. Dat is ook serieuze strijd, want iedereen wil de beste plek, iedereen wil het meeste zien. Dat is echt wel grappig eigenlijk wat daar gebeurt. En kom ook niet aan mensen hun plek, want dat kan echt ruzie veroorzaken. Dus volgens mij is dat ook inderdaad vergunningen die aan familie worden gegeven, dat ze dan ergens mogen staan. Dus dat gaat echt al de hele familie door, zo'n vergunning. En vaak staat dus ook familie helemaal bij elkaar. Of clubs of bedrijven doen het voor hun werknemers. Dat is echt, ik vind het gewoon grappig om te zien. Ik ga gewoon ergens op een stoeltje tussen zitten. Vrienden van mij staan daar ergens bij die rotonde. Ik ga ze daar zoeken. Ik pleur mijn coolbox er neer. Ik heb mijn stoeltje er neer. En ik ga lekker rondlopen en genieten van het sfeertje. En dat is een beetje wat ik ga doen. Maar ik vind het wel mooi om te zien. Dan heb je een klein beetje een idee hoe de voorbereidingen van carnaval hier gaan.
En dat dat dus een serieuze business is. Een stukje van het leven op Curaçao. Even gewoon een random update over hoe het leven op Curaçao gaat. Nou, het leven op Curaçao is soms één groot puinhoop. Vandaag ook weer. Het is bijna carnaval. En dat betekent zo goed als chaos op het eiland. Dit weekend ga ik naar een festivaletje. En voor het festival heb je... dat zijn jump-ins. En heel veel jump-ins hebben ze een t-shirt. Wat je verplicht bent om aan te doen. Maar deze jump-in heeft... een hoedje wat je op moet op vrijdag. En een petje wat je op moet op zaterdag. Die heb ik opgehaald. Maar ja, je raadt het al. Ik was niet alleen. En de wegen zijn er niet echt gemaakt op veel verkeer. Laat staan, op veel verkeer op dezelfde plek op dezelfde tijd. Ah. De navigatie stuurde me ook via Timbuktu of zo. Geen idee. Dus ik zit al anderhalf uur in de auto zo over 5 kilometer. Ja, dat kan hier gewoon. Nu zijn ze langs de weg overal al de tribunes aan het klaarzetten voor de carnavalsoptochten. Dus dat betekent daar waar de carnavalsoptocht volgende week voorbij komt, het nu al verkeerschaos is. Oh. Ai, 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 ai. Het is wat het is. Het gooit mijn hele planning overhoop. Ik ben overigens wel blij dat ik die petjes vandaag heb gehaald, want dat geeft morgen iets meer ruimte, maar... En dan denk je maar zo, lekker windje door je haar en ik kom wel weer thuis. Toch? Ik heb trouwens wel net een hele mooie zon zien zakken. En nou zit er wel alleen maar wolken voor, maar dat was dan wel weer heel erg mooi. Dus nou ja, zo heb elk nadeel ook weer zijn voordeel. Toch?